Sneeuwliefhebbers, opgelet. De winter komt steeds dichterbij. En daarom rijst bij steeds meer mensen, waaronder bij Willy Bonnink, de vraag... Kunnen we deze winter sneeuw verwachten? Weerplaza legt het je uit. Nou, waarschijnlijk gaan we dit jaar wel wat sneeuw zien. Al is het wel zo dat het per plek zal verschillen. Normaal valt er op ongeveer 30 dagen in een winterseizoen sneeuw. Maar er zijn wel verschillen. In Drenthe en ook het zuiden van Limburg valt bijvoorbeeld veel meer sneeuw dan in de kustgebieden. En die 30 dagen, dat is een gemiddelde. En vaak gaat het ook nog eens om vaak natte sneeuw die niet of nauwelijks blijft liggen. Het aantal dagen waarop er tenminste 1 centimeter sneeuw ligt, is dus een stuk lager. In de periode 1961 tot 1990 lag er in de winter op zo'n 58 dagen ergens in Nederland tenminste 1 centimeter sneeuw. Maar tussen 1991 en 2020 is dat teruggelopen naar inmiddels 29 dagen. Verder valt het op dat er een aantal regio's in Nederland zijn waar al een aantal jaren achter elkaar geen laagje sneeuw heeft gelegen in de winter. 3 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland, op Texel en ook in het zuidwesten van Friesland is dat het geval. Dat is overigens nog geen record, want in het Zeeuwse Vrouwenpolder is tussen eind maart 2013 en eind januari 2019 geen enkele keer een laagje sneeuw van tenminste 1 centimeter gevallen. Een record, 5 jaar achter elkaar sneeuwloos. Maar ook afgelopen winter verliep bijzonder sneeuwloos in ons land. Op slechts 6 dagen lag er tijdens de ochtendwaarneming ergens in Nederland tenminste 1 centimeter sneeuw. Alleen in 2014 was het aantal nog lager, met slechts 5 dagen. Kortom, de cijfers laten zien dat sneeuw in Nederland steeds zeldzamer wordt. We zitten heel dicht bij het punt dat er in de hele winter nergens in Nederland sneeuw blijft liggen. Of dat deze winter wordt of de winter daarna, dat is heel moeilijk aan te geven. Want winters laten zich wat dat soort details betreft in ieder geval heel moeilijk verwachten. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet wordt die beantwoord in de volgende video. Ah!